Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en dit is de laatste volledige week voordat wij op vakantie gaan naar Madeira. Ik ben momenteel bezig om de vlog te editen. Ik heb het laatste puntje op de i gezet. Ik ga jullie zo laten zien hoe ik dat doe op de iPad. Omdat we een nieuwe manier hebben van video editen. Ik ben ook in de studio omdat er vandaag 4 pakketjes kunnen komen. Ik kreeg al een mailtje van PostNL dat 1 alweer morgen komt. Super irritant, we wachten er al meerdere dagen op. Dus daarom zit ik hier in de studio. Ik voel me niet helemaal fit, dus ik wil eigenlijk gewoon even lekker thuis zitten. Maar in ieder geval, ik moet hier even wachten tot het pakketje komt. Want het is nou 40 kilo wat er komt en dat wil ik gewoon niet ophalen. Met de fiets bijvoorbeeld, ik wil het gewoon hier hebben liggen. Dus ik ga eventjes wachten en dan nu de vlog afediten. Het chillen van de iPad Pro is dat hij USB-C heeft. Dat is eigenlijk de een van de weinige iPads die USB-C heeft. En dat betekent dat je het ook gewoon kan connecten met een extern monitor zoals we hier hebben, de ISO. Dit betekent ook dat ik het gewoon een second display kan gebruiken. Ik edit dus hier de vlog op de iPad. Native op de iPad, echt super cool. En dan kan ik het previewen op de ISO. Dit is super nice, zo kan ik heel erg gemakkelijk editen en kijken tegelijk. Nou, de iPad is klaar met renderen. Het heeft er ongeveer 25 minuutjes over geduurd. Het is ook 25 gigabyte geworden en hij is momenteel aan het uploaden op YouTube. Dus daar wacht ik nu eventjes op. De 4 pakketjes zijn geleverd. Dit zijn de 2 modifiers die we dan hebben besteld. En dit zijn de 2 dozen die we kregen van Amahoele, waar we dus voor gaan fotograferen komende woensdag. Hey, goeie avond. Ik ben net terug van Hema. Ik heb net snel thuis even gegeten. En zoals je misschien achter mij kan zien, ben ik nu in de studio samen met Tom. Want zoals jullie vanmiddag hebben kunnen zien, had Tom wat pakketjes ontvangen. Dus die gaan we nu lekker openen. Want de plannen zijn totaal veranderd. Ik zou morgen eigenlijk ook naar Hema gaan, maar dat gaat niet door. Want het was handiger als ik voor ze zou gaan retoucheren later deze week. En dat kwam mij eigenlijk ook handiger uit, want dan kan ik vast fotograferen voor Amahoele. Dus dat gaan we morgen lekker doen. En dan hebben we de uitloop naar woensdag, dus dan hoeven we ook geen lange dag te maken, mocht het wat langer duren dan gedacht. Dus ik ga nu even snel die pakketjes uitpakken, zodat we dat morgen niet hoeven doen, zodat we morgen volle focus aan de slag kunnen. Nou, dit is het eerste pakket, vrij groot ook weer. En even kijken of we makkelijk open krijgen. Yes, daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Tada. Even kijken hoe dit verpakt zit. Oké, de grid zit los. En dan zit deze in de hoes. Even spieken of je kan zien welke het is. Als het goed is dit de Okta. Yes. Dus ik heb hier een los grid, maar dat boeit eigenlijk niet zo. Die is meer handig om te hebben. En dan gaan we eens even kijken wat dit is. Ik ben heel benieuwd. Oeps, daar ging een stukje papu. Oh, deze heeft weer precies hetzelfde systeem als die andere. Zie je dat? Dat is echt top. Oh ja. Eens even kijken. Goed. Oh, deze gaat wel wat stroever. Yes! Nou, en als het goed is, het laatste foldable pakket. Dat is een stripbox. Snel even openmaken. En deze was ik eerst vergeten te bestellen. We hadden een aantal modifiers hier neergelegd. Zodat ik wist welke ik moest bestellen. Maar op een of andere manier zat die niet in mijn systeem en was ik die vergeten te bestellen. Maar die is nageleverd. Die heb ik nabesteld. Dus dat is echt top. En die zit hierin. En ik heb op een hele andere manier dan weer pakt. Zo. Kijk of deze weer een beetje netjes kan openen. Ik weet niet of dat netjes te noemen is. Hotza. Even kijken hoe deze in elkaar zit. Er zit nog best wel een verschil in hoe ze ook in elkaar en uit elkaar moeten. Dus dat is altijd weer een verrassing als je hem voor de eerste keer opent. Even kijken. En zo. Er zit nog iets in. En even kijken hoe deze uit elkaar moet.
Maar deze gaat ook heel makkelijk. Zo. Zo. Deze kan een beetje helpen. Yes. En zo. Nou. En dan hebben we ook hier weer een stripbox. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en wij zijn onverwachts in de studio. Zoals ik gisteren al vertelde, gaan wij in plaats van naar Hema vandaag fotograferen. Dus wij gaan nu lekker opzetten en aan de slag. Voor het eerst iets op Vinted besteld en dat is vandaag eindelijk binnengekomen. Heeft er eventjes over gedaan, maar het is er nu eindelijk. Dus ik ben heel erg benieuwd of het ook een beetje goed eruit ziet. Ik heb echt een mega knife van Tom gekregen om hem open te maken. Dus dat moet in één keer goed gaan, zou je denken. Maar er is best wat tape gebruikt. Dus en ik wil er niet in snijden. Dat is natuurlijk ook nog weer de eeuwige struggle. Ah! Nou, diegene heeft echt heel goed zijn best gedaan. Oké, ik ga hem even openmaken en dan kom ik bij jullie terug. De eeuwige struggle van het openmaken van pakketten. Yes, there we go. Even kijken. Wat is dit voor spannend? Oh, dat is zo'n briefje die je erin moet doen. Oh, ze zijn blauw. Ik dacht dat ze zwart waren. Maar ze zijn blauw. Nou, ze zien er wel goed uit. En is het een goede maat? 38, top. Ik had zelf al teva's, maar die waren niet de goede maat. Dus dat is top. Ik heb nu eindelijk teva's in mijn maat. En ja, ik ga ze straks eventjes passen. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik sta op het punt om weg te gaan naar de mondhygiënist, of de bekkenbul zoals ik haar altijd noem. Ik moet even een tweede fietsen en daarna ga ik gelijk door naar de studio. Dan ben ik ongeveer een kwartiertje, 20 minuten later denk ik, zoals Jasmijn en de stagiair. En dan gaan we lekker fotograferen weer vandaag. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en we hebben onze tweede shootdag. We hebben hier al een hele stapel weggewerkt hierachter. En achter mijn stoel zit ook nog wat. En we gaan vandaag weer lekker verder. We hebben het eerste item er al half op staan. Alleen de achterkant moet nog. Dus we zijn lekker begonnen. En ja, lekker aan de slag. En de tweede dag betekent ook vaak pijnlijkere benen. Dus ik heb een joggingbroek mee. Want dat zit gewoon net wat comfortabeler. En zo zit ik in de trein. Ik heb vanmorgen niet zoveel gefilmd, dus ik ben in de studio geweest. Maar ik ben sinds 2 dagen heb ik al een heel raar plekje op mijn voet. En het is eigenlijk een beetje gaan ontsteken. En het is uiteindelijk een hele grote blaar geworden. Maar ook
heel erg echt aan de meest dikste zwelling die ik ooit heb gezien op mijn blaar. Het is helemaal vol met pus. Niet echt chill. Het zit net boven de rand van mijn schoenen. Dus voor mijn materen ook niet handig. Dus ik heb gisteren al de huisarts gebeld. Die zei, nou, als het erger wordt, dan moet je mij bellen. Het is vandaag erger geworden. En nu ben ik onderweg naar de huisarts. Om even te zijn en laten kijken. En kijken wat er aan te doen is. Dus misschien doorprikken. Misschien een verbandje. Ik weet het niet. In ieder geval iets. Dus dat ga ik nu naartoe. Ben ik benieuwd wat de staat gaat zijn. Tom en ik zijn even naar Apeldoorn gegaan en we hebben nu even ijskoffies gehaald. Want we wouden even wat drinken omdat er zo'n pakketje wordt bezorgd bij Tom's ouders. En Tom's ouders hebben een ring, dus die kunnen wij meekijken. En daar weet ze niks van af, dus we hopen dat haar reactie leuk is. Dus die gaan we nu lekker volgen via de ring. En om deze reden weten we dat het zo moet komen op 36. Het is nu 34 en dan kunnen we het lekker in de gaten houden. Dus we gaan nu lekker wat drinken en dan de reactie afwachten. We hebben het echt super leuk gehad in Apeldoorn, in het dorp. We hebben lekker in de stad gewandeld en de verrassing van Tom's moeder was echt super geslaagd. Ik heb een zonnebril gescoord. Eigenlijk helemaal niet nodig, maar hij stond echt super leuk, vond ik. Dus die heb ik meegenomen en Tom heeft er ook eentje. Yes, ik had die van Jasmijn, maar ik vond die toch niet zo heel erg leuk. Ik was hem misschien ook wel een beetje kwijt. Hij was hem heel erg kwijt, dus ja. Ik vond deze ook heel erg leuk en leuk is, we kwamen nog Lilian tegen. Onze stagiair, dus dat was ook super grappig. Ja. En we hebben nog een productprop gescoord. Een productprop en een geurkaars. Dus die laten we thuis eventjes zien. Maar we gaan nu eventjes wachten op de trein. We moeten nog een kwartiertje wachten. En dan gaan we weer lekker naar huis. Zoals beloofd nog even de shoplog thuis. Als eerst heb ik een broek omgeruild. Ik had een broek online besteld, maar die was niet helemaal de kleur die ik wou. Dus ik heb hem even omgeruild voor een kleur die ik wel wou. Dan zijn we vervolgens bij de TK Maxx geweest, waar ik dus die zonnebril had gehaald. En een Janky Candle in de geur kokosnoot. Ik weet dat er haters en liefhebbers zijn van kokosnoot. Maar ik ben fan. Ik vind deze heel erg lekker ruiken. En ik vind het cool dat hij er zwart uitziet. Dan nog bij de MS-mode waar ik dus de broek had omgewisseld. Heb ik dit shirt gekocht met Monstera's erop. Die vond ik echt heel erg leuk. Ik denk dat ik als de kleur wat een andere kleur groen was geweest, dat ik hem nog toffer had gevonden. Maar ik vind hem echt heel erg leuk en ik denk dat hij heel goed bij me past. Dus ik heb hem niet in de winkel gepast, dus dat ga ik nog een keertje doen. Maar het is gewoon een basic zwart shirt met dus Monstera's erop. En dan uiteindelijk inderdaad nog de zonnebril, maar die hebben jullie al gezien. En toen zijn we nog even de blokker ingelopen, want ik heb een productprop die ik daarvan gebruik. En daarvan wouden we nog een verlengstuk. Namelijk een wattenpotje. Deze kunnen we dan ook gebruiken als extra prop. En het voordeel is dat je de deksel natuurlijk los kan halen van het potje. Waardoor het een hele toffe prop wordt. Dat je het nog weer extra kan gebruiken. Dus ja, al met al goed geslaagd. We gaan nu even lekker op bed nog wat kijken op de iPad. En dan lekker slapen. En dan heeft morgen Lilian haar eigen shoot.
goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en Tom en ik zijn super relaxed opgestaan. We hebben vandaag een sociaal dagje. We gaan zo meteen naar Tom's en ouders om daar even naar de planten te kijken die we eerder deze week hebben gegeven. En om even lekker gezellig bij te kletsen. En daarna gaan we richting Twello, want daar gaan we uit eten met Tom's opa en oma. Dus de ene is al jarig geweest, de ander moet nog jarig worden, maar we gaan daarvoor uit eten. Dus dat is echt super gezellig met alle kleinkinderen en aanhang. Dus we zijn nu ons aan het klaarmaken. We gaan nog even een rondje wandelen en dan gaan we zo meteen eventjes hier nog lunchen en dan richting Tom's ouders. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag. En gisteren hebben we niet zo heel veel gefilmd. Het was gisteren uiteindelijk heel erg gezellig bij mijn opa en oma en ook bij mijn ouders. We hebben een hele leuke avond gisteren gehad met de hele familie, in ieder geval alle kleinkinderen. En daarna zijn we lekker naar huis gegaan. Toen heb ik lekker Formule 1 gekeken. Tom en ik hebben zojuist even boodschappen gedaan. En we gaan nu even lekker aan de IJssel zitten om het lekker op te eten. Daarna gaan we richting mijn moeder. Even het koffertje ophalen voor onze vakantie en even haar vakantieverhalen aanhoren. Dus nu eerst even lekker hier van het zonnetje genieten. Het is momenteel 7 uur op zondagavond en zoals je mijn gezicht kan zien ben ik iets rood geworden in de zon. Ik heb geprobeerd zo min mogelijk in de zon te zitten, zodat ik niet zou verbranden. Maar ik ben bang dat ik misschien toch tegen verbranden aan zit, vooral ook hier op mijn borst. Maar laten we hopen dat dat niet waar is. Tom en ik hebben allebei net even lekker gedoucht. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie hopelijk bij de volgende weekvlog. Doei doei!